Bij momenten schitterend voedsel, bij momenten rommelvoedsel. Ik vond dat we vandaag een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Ik heb vandaag een gretig en gezond agressieve Antwerpen gezien. Het Antwerpen dat ik eigenlijk wil zien. Natuurlijk zijn er nog bepaalde punten die voor verbetering vatbaar zijn. Maar ja, kijk, we hebben 12 op 12 en we hebben nog een lange weg te gaan. En we hebben nog maanden om daaraan te sleutelen. Ik heb er net met coach Bagar er ook over gehad. Ja, de kalendercommissie is jullie niet goed gezind, hè? Twee wedstrijden spelen, week vrij, twee wedstrijden spelen, nu twee wedstrijden vrij, of twee weken vrij, en dan komen er vijf uitwedstrijden aan. Ja, ik denk dat het komt door de nationale ploeg. Wij zijn in volle voorbereiding voor het EK in januari hier in Antwerpen, waar we hopelijk met drie of vier spelers uit deze ploeg zullen deelnemen. Maar wat ik nog minder begrijp is dat we, nu zijn we twee weken vrij omdat we met de nationale ploeg twee stages hebben, maar nadien spelen we vier of vijf uitwedstrijden. Dat is iets wat ik helemaal niet kan begrijpen. Maar is dat dan goed voor de terugronde? Ja, goed of niet goed. Ik heb toch graag dat we één keer uitspelen, één keer thuis spelen, want we spelen toch liever in eigen zaal. En nu moet je vier keer met de beker van België daartussen zelfs vijf keer op verplaatsing gaan spelen. En ja, we zullen wel zien hoe we daarop reageren, maar ik denk dat dat geen probleem mag geven. Tot slot, hoe zit het met die voorbereiding op het Europees kampioenschap? Ja, dus wij zijn in de zomer een week, 10 dagen in Brazilië geweest. Daar hebben we twee maal tegen wereldkampioen Brazilië gespeeld. We waren toen eigenlijk nog in de voorbereiding, op de voorbereiding, laat ik het zo zeggen. We waren zelfs bij de club nog niet begonnen met de voorbereiding op het seizoen. In september is het nationaal elftal in Spanje gaan spelen tegen vice-wereldkampioen Spanje. Daar waren wij spijtig genoeg niet bij vanwege de fandag. Nu hebben we twee stages, dan hebben we in ik denk november of begin december spelen we een drie of vier landentoernooi hier in Antwerpen hopelijk. Begin januari spelen we een toernooi met de eerste klasse veldvoetbalploegen op kunstgras. Een beetje ter promotie van het EK-voetbal. En dan spelen we nog eens tegen Thailand, denk ik. Ja, en dan is het EK daar al. Het gaat heel snel gaan, denk ik. Hoe zwaar weegt dat op een speler? Hoe zwaar weegt dat? Ja, we trainen veel, we spelen veel wedstrijden, maar ik persoonlijk ben dat gewoon. Ik combineer al jaren het zaalvoetbal met het veldvoetbal. Maar ik speel ongeveer een 70-80 wedstrijden per jaar. Mijn lichaam past zich daar goed aan. Ik heb daar eigenlijk geen probleem mee. Tot slot, de slotvraag. Hoe is het om tegen wereldkampioen Brazilië te spelen? Wat is het niveauverschil met België en datzelfde Brazilië? Het zijn voetprofs. Wij zijn geen voetprofs of toch niet allemaal. Die van Châtelino zijn wel voetprofs. Ten tweede, ja, zij spelen in een sterkere competitie. Zij mogen elke week een topwedstrijd spelen, terwijl wij in onze competitie, met alle respect voor een x-aantal ploegen, maar wij spelen misschien 6-8 topwedstrijden op een jaar. En natuurlijk, ja, er is altijd verschil in talent. Maar het was wel een hele mooie ervaring. We hebben de eerste wedstrijd voor 4000 toeschouwers mogen spelen, de tweede wedstrijd voor 7000 toeschouwers. Maar ik speel wel graag zulke wedstrijden, omdat je je dan volledig moet geven en je kunt je eigen meten met de beste ter wereld, om zelf te weten waar je staat. Waar sta je? Met Antwerpen voorlopig eerste en op het einde van het seizoen hopelijk ook eerste.